We zijn hier met de Giant, Jamal Ben Sadiq. Jamal, vertel, hoe ging je voorbereiding? Ja, voorbereiding ging goed. Ik heb laatst gevochten in september, Glory 59. Ik heb mijn wedstrijd in de eerste ronde op knockout gewonnen. Ik heb de lijn doorgetrokken naar december, naar het achtmanstoernooi. Dus ik ben er wel klaar voor. Jamal, nogmaals, hoe was je voorbereiding? Want ik keek net en ik zag dat je zag er goed uit, man. Ik kan gewoon even... Moet toch. We zijn hard bezig, we zijn hard aan het trainen, man. We zijn tot hier. Morgen is de rest. Ik zie... lichaam ziet er goed uit, man. Hard getraind, toch? Hard getraind. Het is echt monster, man. Als je niet hard traint voor dit, wanneer wil je dan hard gaan trainen? Snap je? We hebben gewoon een goede harde voorbereiding gedaan, sterke voorbereiding. En zoals ik al net zei, ik heb de lijn doorgetrokken van september. Dus het ziet anders dat ik gewoon topfit ben momenteel. Het ziet er helemaal top uit. Ik sprak een aantal mensen in de wandelgangen en die zeiden als Jamal Ben Sadiq 120% fit is, moet hij dit kunnen winnen. Ik ben niet 120% fit, maar 130% fit. Ik ga dit morgen gewoon winnen voor jou. Ja? Iedereen, tune in. Hij is ook te volgen op Instagram. Ja, op Instagram. Jamal Ben Sadiq. En heb je misschien voor de fans, stel dat ze je volgen en ze moeten taggen. We hebben zo'n tag challenge gedaan. Tag gewoon mijn naam, tag mijn laatste post. En misschien wil je nog VIP tickets. Ik heb nog genoeg tickets over, dus ik kan gewoon uitdelen. Tag gewoon mijn naam en dan komt het goed. Oké, helemaal top. Ik wens je nog een hele fijne dag. Dank je wel.